kijkers van Uldergames 93 en welkom bij weer de volgende aflevering van GTA 3. Boom. We gaan vandaag naar Chewy. Oh ja, ik heb een auto erin staan. Ik heb heel wat wapens. Handje, honkbalknuppel, pistool, Uzi, shotgun. En natuurlijk weer de bekende vuistje. Nou, we gaan met deze auto. En nou. Zo. Uh-oh. Nou, op zich wil ik die radio wel even aan hebben. Even kijken. Welcome to the limit. Zo ongeveer. Display. Hier zag ik ook dat hij op screen. Oh, kan hij hoger? Oké. Maar dan gaan we dus naar Dewey. Wacht even. Schiet. Nee, oké. Laten we gaan. Zo. Lekker muziekje. Maar we zijn dus van plan om te gaan naar Chewy. En ik ga nog even één keer opslaan. Want ik wil even kijken of je dat extra leventjes geeft. En anders. Oké. She's on fire. She's on fire. Heel mooi liedje. Zo. Yes. Krijgen dus geen enkele hartje voor weer. Oké. Nou, race naar Chewy. En een missie van hem doen. Bam, 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 bam. Oh. Tararara. Oeh, ha. Lekker muziekje. So wide. En nu wil ik. Zo. Hier komt het gebel vandaan. To Crook. Hey, is dit een missie? Oh, leuk. The name is Jock. Marty Jock. Hallo. I run the pigeon and dog food factory around the corner. Oh, just money troubles, but hey, who doesn't, right? I'm meeting my bank manager later. He's look a crooked bastard that keeps bumping up the loan repayment so he can cut a slice. Take my car, pick him up, and bring him back here. I got a little surprise for that blood-sucking leech. Laten we raden, een taart. Om het te verwelkomen. Ik denk het niet. Oh, kom op, naar binnen. Mag die meneer Marty Chongs nou wel even zeggen dat wij geen taxiservice zijn hier? Dat zeg ik wel even. We zijn hier geen taxiservice. Zo. En ondertussen gaan we nog een beetje kijken naar luisteren naar Oprah. Tamperam. Tam 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 tamperam. La 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 la. We gaan hier naar links. Oh, daar ging ik bijna. Ja. Zo, hallo. Stap in. Oh,
naar binnen. Oké. Au. Dat deed pijn. Pam pam pararara. Zo. Deur open. Mooi. Dank u. Zo, hier stoppen. Die leeft niet meer. Take the guy to the crusher to red. Get out. We moeten hem naar de crusher brengen. Oké. Okay. Open. Zo. Oh, auto. Oh, taxi. Geweldig dat opera, echt. Magnifiek. Gast. Eigenlijk moet ik switchen naar een andere radio. Dit is echt helemaal leks. Gelukkig gaat deze auto zo de crusher in. Daar is de crusher al. Daar is die al. Beste dames en heren, ik wil u voorstellen. De crusher. Dit is hem dan, de crusher. Het grote pak. Zo, pak hem maar. Get out of the car. Nou, daar gaan we dus heel mooi van genieten. Hij gaat erin. Hij gaat erin. Hij gaat erin. Hij is er bijna in. Dit ding gaat echt fucking langzaam. Hij is bijna in. De crusher gaat nu zijn werk doen. Nu zien jullie waarom het de crusher heet. €1000, jee. En mission passed. Geweldig. En dan gaan we naar Joey. Nu, eindelijk naar Joey. Geen telefoon, we kunnen me meer tegenhouden. Alright, caller. And I just wanted to say, hey Laszlo, you're real tough on Fernando back there. I'll tell you one thing. He's a miracle worker. Niks interessants. Kom op. Is uit. Oeh, mooie auto. Zo. Hier hebben we een. En instappen. Er is die bijna. Die stop ik even in mijn garage. Ja, die andere missie geven we maar wachten. Ik heb beloofd Joey. En we zijn nog niet geweest met Joey. Flashback FM. Zo. Even opslaan. Dan verdwijnt die niet opeens. Any more security cars. You want cracked, bring them to or crash in the Portland Harbor. Dus als we nu beveiligde wagens zien, kunnen we ze brengen naar die lock-up waar we die in die missie daar ook naartoe hebben gebracht. Even kijken. Ja, dat klopt wel. Nou, dan gaan we nog even snel een missie doen van Chewie. Oh, en nu geeft u mij die auto. Stap uit. Ik wil in. Lekker muziek op de achtergrond.
dum 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 dum. Hey, de maan. Is dat zo laat? Ik had niet verwacht dat het nu al 4 uur was. Ja. Zo. Ik hoop dat Julie nog wakker is. Maar de vorige keer hadden we missen tussen 5 uur ochtends en nog wat. Het zal ook wel 5 uur ochtends zijn dat we daar aankomen. Hè? Daar niet van, maar... Ja. Zal hij wel wakker zijn zo vroeg? Om 5 uur ochtends lig ik wel lekker in mijn bedje. Geen kip die me wakker krijgt. Nou, geen mens die me wakker krijgt. Kip misschien, ja, kip wel. Joey, wat heb je? Kippery and chauffeur. Gaan we chauffeurtje spelen? Oh, here's the guy I was telling you about. I listen, this guy ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. This is Pop's capo, Tony Cipriani. I am Tony Cipriani. Hello. Take him to Mama's restaurant at St. Mark's. All right. Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay. Okay, kid, drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washerwomen ain't been paying their protection money. And watch the car, Joey just fixed this junk heap. So no fancy crap, okay? Okay, but yeah, Bill. So. Zo. Oh! Oh, joh! Bijna, hè? Die gasten hier kunnen echt niet rijden. Oh. Nou, hier rijden we langs. Wait here. Keep the engine running. This ain't a social call. Oké, okay. Ik wacht wel. I've had my mouth sewn on, my hands chopped on. You name it, I'm trying. Yeah, except for exercising and eating right, Walkie. You can drag them, Brad. Then I found the Dormitron. Using a new technology called biorhythmic subconscious gymnastics, the Dormitron exercises you while you sleep. Just strap in your arms and legs, put on the Dormitron. Oh, that klinkt niet goed. Wegwijzen hier. Oh. Get us out of here, kid! Oh! Wegwijs hier! Gassen! Gassen! Wegwijs hier! Gas! De bocht om! Heel mooi! Kom op! Stukje doorrijden! Stukje doorrijden! Mooi! Oh! Gas, let eens op als je afslaat! Zo! €3,000. En weer mission passed. Zo, en we hebben een nieuwe missiegever erbij, genaamd T. Tony. De Uzi is now in. Stuck at ammunition. Nou, geweldig. Zo. Nou ja, ik denk dat we de volgende keer weer naar Joey gaan. Maar ja, de aflevering zit er vandaag op. Dus ik ga nu even snel naar mijn huis. Naar mijn huis. Zo. Zo. En we gaan nog wel een keertje iets met die auto doen. Bijvoorbeeld scheuren door de hele stad en dat doen we wel een keertje. Ik ga hem opslaan. En dan vraag ik aan jullie. Doe een duimpje omhoog. Abonneer als je deze video een van vindt. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. Als we met Cloud naar Joey gaan. Om weer een missie te doen. Doei!